Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Platform van importeurs wisselt van gedachten met regering. Vereniging van Winkeliers maakt president Santokhi deelgenoot van knelpunten. Kamer van Koophandel wil volwaardige partner zijn. Registratieproject Koopkrachtversterking van start. En minister Tjongahin ontvangt rapport Transitie NIMOS naar NMA. President Chandrika Prasad Santokhi heeft op maandag 27 februari de voorgesprekken op weg naar een nationale dialoog voortgezet. Op het kabinet van de president heeft het bestuur van het platform van importeurs in Suriname, PLIS, zijn opwachting gemaakt bij het staatshoofd. Hierbij waren ook vicepresident Ronnie Brunswijk en enkele ministers aanwezig. Wij spraken PLIS-voorzitter Arun Hindori. Nou, zeer constructief. We hebben gesproken over onder andere de koersstabiliteit. We hebben gesproken over de prijzen en wat er allemaal moet gebeuren om die prijzen van met name basisgoederen, maar ook over andere goederen, dat die inderdaad beheersbaar blijven. En dat is niet makkelijk om dat gerealiseerd te krijgen, maar we zullen er toch tot een oplossing moeten komen. Belangrijk is dat wij ook gevraagd hebben om de criminaliteitsbestrijding in de hand te nemen. Dat er wordt gezorgd dat de criminaliteits, dat we ons zo veilig mogelijk voelen om ervoor te zorgen dat wij als ondernemers inderdaad kunnen ondernemen en dat we ons veilig voelen. Maar ook de consument. Dat de consument zegt, nou, ik voel me veilig om vandaag op straat te gaan of 's avonds op straat te zijn. Dus daar hebben we de aandacht voor gevraagd en ik denk dat dat ter harte wordt genomen door de regering. Het platform in de regering is vandaag overeengekomen dat er op bilateraal niveau verder gegaan zal worden. Maar als de nationale dialoog uiteindelijk komt, tot welke inzichten wil het platform de regering brengen? Inzichten inderdaad dat ondernemerschap erg belangrijk is. En voor ondernemerschap hebben we nodig de ondernemer en de investeringen die we moeten plegen. En wij gaan ervan uit dat we met een goed ondernemersklimaat, een goed economisch klimaat ervoor kunnen zorgen dat wij de economie waar we de motor van zijn, dat we die draaiende krijgen en dat we het vertrouwen van ook de internationale investeerder kunnen krijgen. Om ervoor te zorgen dat we hier met z'n allen uitkomen en dat we de economie tot bloei brengen. Na het onderhoud met het PLIS-bestuur is er een overlegmoment geweest met de Vereniging van Winkeliers, VVW. De organisatie heeft onder meer het wisselkoersvraagstuk onder de aandacht van de regering gebracht. VVW-voorzitter Darwish Balak ziet graag dat de regering dit vraagstuk hoog op de agenda plaatst. Hij stond de communicatiedienst Suriname als volgt te woord. Zo, die punten die we hebben aangehaald is 1. Dat de bestaanszekerheid van de winkeliers die zijn in gevaar om een winkel te draaiende te houden is heel moeilijk. En dat komt doordat er een onstabiele koers is. En daarvoor hebben we elke keer gevraagd. We zijn ook naar de media, andere mediahuizen. We hebben elke keer gevraagd. We willen elke keer naar een stabiele koers. Maar we zien dat er tot de dag van vandaag niet is bereikt. Tweede wat we hebben is een betaalbare en geselecteerde basisgoederen. Onze basisgoederen, als u nu kijkt, is een kilo aardappel bij de 25 tot 30 SRD. Een kilo uien is bij de 35 SRD. En zo noem maar op. Suiker is ook 35 SRD. Is niet haalbaar voor een normale huishouding. En daarvoor hebben we ook gesproken van, kijk, wij zijn de laatste schakel. Wij hebben elke dag contact met de consumenten. En zo te zien ziet u die
die klant, wanneer ze in de winkel komen, hoe we ze moeten uitleggen van vorige week was het misschien goedkoper, hoe is het nu, moeten wij gaan verklaren. En dat is dan het tweede punt. Ook een ander punt is gehaald, dat is de elke keer verhoogde brandstofprijzen. Want wij moeten soms bepaalde producten ook zelf gaan opkopen. Niet alles wordt voor ons door de leverancier geleverd. Het hoofdpunt van ons was de criminaliteit, waarvoor we heel bang nu zijn in de samenleving. Dus we zoeken meer veiligheid, meer surveillances en extra veiligheid. En we hebben ook gevraagd naar buurtposten, die containerbuurtposten, niet alleen met agenten, politieagenten, maar met militaire politie. Dat is ook aangehaald. BTW is laatst ingevoerd, sinds januari. En u ziet het, er waren heel weinig info erover. Wij winkeliers, we wisten niet eens hoe het precies wordt ingevoerd, hoe je je prijs moet calculeren. En de producten in winkels worden sowieso duurder. Vooral in andere wijze van spreken. Een wasmachine bijvoorbeeld was 10% duurder. Dus dat maakt ook een wrieveligheid voor de consument. Het dagelijks bestuur van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, KKF, is maandag de laatste in lijn geweest bij de voorgesprekken tot nationale dialoog. Het Kamerbestuur heeft zijn inzichten en voorstellen over het formuleren van beleid betreffende ondernemerschap op tafel gelegd bij de regering. De KKF werd onder meer vertegenwoordigd door ondervoorzitter Paul de Baas. Waar de Kamer van Koophandel op gewezen heeft, is dat de Kamer van Koophandel de organisatie is die het bedrijfsleven vertegenwoordigt, maar dat wij systematisch zien dat sinds het aantreden, ondanks onze aanreiking, de regering met andere organisaties in het bedrijfsleven werk doet en beslissingen neemt ten behoeve van het hele land, terwijl de meeste ondernemers geregistreerd en vertegenwoordigd worden door de Kamer van Koophandel. De Kamer van Koophandel heeft vanaf het begin van de regering concrete voorstellen gedaan om de economie te herstellen en op gareel te brengen. We hebben dus onder andere ondernemers gepresenteerd aan de regering en de verschillende ministerie in het begin. En we hebben dus het laatste voorstel dat wij nu hebben, is een voorstel van ondernemers van een groep uit Brazilië die een internationale fonds hebben dat wij brengen aan Suriname. Allereerst heeft de organisatie al sinds 2020 aangeboden om de gehele binnen- en buitenlandse schuld van Suriname over te nemen, zodat Suriname af is van die beurden, dat we daar een 10-jarige grace voor zouden geven en dat Suriname na die crisisperiode zonder oplopende rente in die tussentijd de kans zou krijgen haar economie in het gareel te brengen en daarna tegen de helft van de rente die gesloten was te kunnen betalen. Dat voorstel ligt op tafel. De regering heeft daar geen adequaat antwoord op kunnen geven. Wij hebben daar meerdere aanmaningen gedaan om te zeggen dat het voorstel ligt. Wij hebben dus zo'n scala van projecten die we met technische assistentie van Brazilië hopen te realiseren en ook met andere internationale organisaties willen realiseren. Wij bieden het vanwege onze ervaring aan de regering. Tot nu toe heeft de regering geen ja gezegd. Ze hebben eerlijk gezegd ook geen nee gezegd. Maar ze zijn al maanden in bestuderen. De delegatie is hier geweest. Ze zijn ontvangen door de vicepresident. Ze zijn helaas niet ontvangen geworden toen door de president vanwege zijn drukte met CARICOM en met de komst van de Nederlandse eerste premier. Maar wij hopen dat we nu in een vaarwater zijn, dat de regering beter begrijpt, dat ze en luistert naar de roep van het volk, dat ze en luistert naar de andere opties die geboden worden om Suriname uit dit dal te helpen, want we zijn bezig af te glijden, hard af te glijden. En het is de organisatie gedaan om haar ondernemers te dienen en via de ondernemers de bevolking te dienen. En het is nodig dat er maatregelen komen. Kleine inputs hebben voor Suriname geen zin. Suriname heeft een goede input, een goede economie nodig. Onder andere, we hebben ons landbouwniveau, we hebben onze terreinen die we hebben, we moeten ze goed gebruiken. We hebben onze houtreserves, we moeten ze goed gebruiken. We hebben onze goud en andere mineraalreserves, we moeten ze goed gebruiken. We kunnen veel doen aan visserij, aan veeteelt. We moeten het aanpakken. We kregen de set vanuit een van onze grote buurlanden die de grootste economie is in Zuid-Amerika. En het wordt tijd dat we nu regionaal beginnen te denken en niet alleen maar wegvallen over een taalbarrière.
de projectimplementatieunit van het kabinet van de president en het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting hebben een aanvang gemaakt met de fysieke registratie voor koopkrachtversterking. Het startsein vond plaats op maandag 27 februari. Burgers uit Paramaribo kunnen zich bij de diverse wijkkantoren laten inschrijven. Minister Urakit Ramsaran zegt het volgende over dit project. We zijn namelijk bij locatie 2. We zijn bezig met het sociaal programma. Een van de maatregelen binnen het sociaal programma. En dat is om verlichting te brengen door middel van koopkrachtversterking. Dat is die 1800 waarbij de samenleving het momenteel al over heeft. En er zijn verschillende vragen vanuit de samenleving waar ze allemaal zouden kunnen registreren. We hebben onze landelijke start al start zijn mogen geven. Dat is vanmorgen om 9 uur. De trein van SVS, Stichting Volkshuisvesting, waarbij we landelijk, als we praten over Paramaribo alvast, dat we zeker 20 locaties dan hebben geclusterd. Ik heb een lijst van de locaties die ik dan graag zou willen delen met u. En dat zijn namelijk DA Paramaribo 1, wijkkantoor 2, 4 en 5, welke momenteel hier geschiet, de AOV-trein Gemeenlandsweg. We hebben wijkkantoor 1 en 3 ook geclusterd. Dat zal de Ananasstraat Zorgenhoofd zijn, waar we vandaag de launch hebben mogen doen, oftewel start zijn hebben mogen geven. We hebben wijkkantoor 7, een van de grote. Dat zal zijn de Twee Kinderenweg Blauwgrond. We hebben ook nog wijkkantoor 9 en 16 geclusterd. En dat zijn de Wana Koestraat, welgelegen. Wijkkantoor 15, de Retten Omrouw Singstraat Charlesburg. En wijkkantoor 6 en 13. De high-rise laan achter SLM. Zoals je ziet hebben we geprobeerd zoveel als mogelijk dan ervoor te zorgen dat de locaties bekend zijn gemaakt. Maar apart daarvan dat we ervoor hebben gezorgd dat waar de locaties geclusterd zouden kunnen worden, afhankelijk van de aanloop, dat wij de ruimtes ook beschikbaar stellen. We zijn ready, we hebben genoeg tenten overal opgezet, zodat de mensen tijdens de regentijd of tijdens de regen ook nog afgevangen kunnen worden. Maar het gaat puurweg die 1800. Daarvoor zijn we vandaag van start gegaan om de registraties naar de mensen toe te brengen. In die districten. Vandaag hebben we 1 start zijn gegeven voor fysiek, maar zo ook hebben we 2 dat gedaan start zijn ten aanzien van digitaal registratie. Digitaal is landelijk, u kunt dat krijgen via onze websites, via e-gov-site, u kunt het ook krijgen vanuit onze social media Facebookpagina, ministerie van SOSAVO. Er zijn links daaraan verbonden, u kunt dan daarop klikken en digitaal uw registratie doen. Voor degenen die het niet kunnen of aangeven dat ze geen internet hebben, u wordt ook aangedaan binnen uw district. Dus fysiek zullen wij ook aanwezig zijn binnen uw district. Paramaribo is een start en van hieruit zullen we dan verder gaan. Volgt u de bekendmakingen om ervoor te zorgen dat u weet binnen welke wijkkantoor, binnen welke cluster u dan hoort. Mag geconcludeerd worden dat Paramaribo dus nu volledig voorzien wordt fysiek en wanneer zullen de overige districten volgen? Dus we zullen Paramaribo alvast doen, afhankelijk van de massa die dan komt registreren. Dat we ervoor zorgen dat we binnen 1 tot 2 weken alles en alles zetten om de registraties af te ronden. Als het is afgerond Paramaribo, betekent niet dat wij daarmee stoppen. U kunt nog langskomen naar de locaties toe, naar uw wijkkantoor, naar uw DA-hoofd om ervoor te zorgen dat als u dat hebt gemist, dat u alsnog de registratie kunt doen. Wat we wel hebben gedaan, is dat we het in een project hebben geclusterd om ervoor te zorgen dat we ook de nodige manschappen, oftewel personeelsleden, dan hebben. We hebben zelfs een JPMI-afdeling waarbij de verschillende personeelsleden, degenen die in de rij staan, alvast beginnen te helpen om te kijken als ze de nodige stukken dan in hand hebben. Want het moet niet zo zijn dat u pas als u aan de beurt komt, dan erachter komt dat u niet alle stukken bij u heeft. Maar dat u genoeg tijd krijgt terwijl u in de rij bent, dat u al wordt geholpen om te kijken als u de nodige stukken bij u heeft. En als u voldoet of niet, dat men u alvast aangeeft van luister, wat is uw grens ten aanzien van uw netto inkomen, dat men daarvan alvast een bevestiging kan geven. U mag blijven staan om dan verder geholpen te worden door de andere collega's. Het finale rapport Voorbereiding Transitie naar NMA en Liquidatie Stichting NIMOS is op maandag 27 februari officieel overhandigd aan minister Silvano Tjongahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu. Dit moment markeert de transitie van het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname, NIMOS, naar de Nationale Milieuautoriteit, NMA. De commissie, belast met de transitie, wordt voorgezeten door John King.
Nou, volgens de milieuraamwet moet er een milieuautoriteit komen. Dat is gewoon voorgeschreven in de milieuraamwet die nu al operationeel is eigenlijk. Die wet is afgekondigd nog voor het aantreden van deze regering. En die wet voorziet in een milieuautoriteit, eigenlijk een sterker instituut met veel meer bevoegdheden om te kunnen ingrijpen in milieusituaties. Het wordt eigenlijk een soort milieuwaakhond, een instituut dat ook kan optreden bij overtreders. Maar veel belangrijker om een NMA te hebben, een milieuautoriteit, is het feit dat we weten dat Suriname op een gegeven moment veel meer zich gaat ontwikkelen. En vooral met het oog op oil en gas krijg je dus nieuwe ontwikkelingen. Veel bedrijven die enorm veel uitstoot hebben, maar die ook enorm veel milieuschade kunnen aanrichten. Een van de belangrijke taken van de milieuautoriteit is om erop toe te zien dat wanneer investeerders komen in Suriname, dat ze geen activiteiten gaan ontplooien die buitensporige schade toebrengen aan het milieu. En dat betekent dus dat deze bedrijven, alvorens ze gaan investeren, zijn ze verplicht om een milieueffectenanalyse te maken. En dat is dus een onderzoeksrapport dat nagaat hoeveel milieuschade een bepaalde investering met zich meebrengt. De milieueffectenanalyse wordt ook geregeld in een staatsbesluit. En dat staatsbesluit hebben we niet zo lang geleden aangeboden aan de regering. Het is goedgekeurd door de regering. Het volgt nu zijn weg naar de president. Die wordt dus binnenkort getekend. Maar dat is eigenlijk een van de belangrijkste taken van de Nationale Milieuautoriteit. De reden van de transitie naar het NMA, ja, en in elk geval ook de transformatie van het NIMOS naar de autoriteit, is gestoeld op de wet die is aangenomen waarbij de Nationale Milieuautoriteit moest worden opgezet. In de wet zijn er een aantal taken opgenomen wat betreft het milieu. En u weet dat Suriname op een gegeven moment niet in isolation opereert. We zijn opereren binnen de wereld en we hebben vooral onze oil en gas, waarbij wij daadwerkelijk protocollen in place moeten zetten en ook die controle op het naleven van de standaarden en de protocollen moeten uitvoeren. En de Nationale Milieuautoriteit zal ervoor zorg dragen dat ze die normen die zijn vastgelegd, ja, ondersteunen en controleren. Dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.